Hallo dames en heren, welkom terug naar deze nieuwe video. Vandaag bepaalt Snapchat AI mijn Fortnite potje. Ik zag dit concept bij Paradeus en dacht van, dit is zo'n leuk concept. Ik wil ook gaan proberen wat mijn AI gaat zeggen, wat ik moet gaan doen in Fortnite. Ik ga meteen de eerste vraag stellen en is gewoon, waar moet ik landen in Fortnite? Je moet proberen een locatie te vinden met veel loot en weinig tegenstanders. Dit is de beste manier om te overleven. Ik moet dus een locatie vinden met veel loot, maar weinig tegenstanders. Oké, ik weet wel zo'n locatie. Season 3 is natuurlijk net uitgekomen, dus ik mag helaas niet landen op plekken met veel tegenstanders. Dus ik moet zoeken naar een plek met heel veel loot, maar weinig tegenstanders. Ik denk Knottinknets. Ik ben er zelf nog nooit geweest, dames en heren. Nog nooit geweest in mijn leven. Dus ik denk wel dat daar niet veel mensen komen. Wat wel loot is, dus we gaan daar landen. Ik hoor wel al drie mensen rondom mij heen vliegen. Dus ik hoop niet dat ze hier gaan landen, zou echt niet nice zijn. Maar hier is wel Knottinknets. Dus we gaan even kijken waar we loot kunnen vinden. Misschien dat we hier kunnen landen, in dit tempeltje. Dus even kijken, een chestie, dames en heren, met erin een pistol. Nice. Kei nice, dames en heren, een pistol. Hier nog een chest, een SMG, top. En hopelijk nog een goed wapen, een Red Eye Assault Rifle. Nou, dat is echt een heel slecht wapen, dames en heren, maar ik ga het wel gebruiken. Want anders heb ik natuurlijk niet heel veel loot om te kunnen fighten. Ik ben er nooit geweest, hè. Echt, oprecht ben ik nog nooit in mijn hele leven geweest. Dus ik moet even uitkijken naar wat ik doe allemaal. Daar is een drumshotgun, top. En de nieuwe Flap Jack Rifle. Oké, goed, hè. Die is echt heel OP, vind ik. Hier is mij iemand binnen gegaan, of niet? Ja, hier heeft iemand geloot. Huh? Dat is een persoon, niet? Dat is een persoon, hè. Wat doet hij? Wat doet hij? Dood! Dat is ook een bot volgens mij. 1 million. Volgens mij is het een bot. Ik ben ook maar level 1, dames en heren. Level 3, dus moet niet heel goed mensen spelen, helaas. Ik hoor een chest hier. Ja, een chest. Ik ga even, de vraag stellen. Mag je deze openen, ja of nee? Natuurlijk, ga je in gang. Let's go, dames en heren. Mag je openen? Met daarin zit... Oh. Nou, dat is zo'n red eye weer. Ik vind het echt bizar slecht. Oh, ik vind het echt bizar slecht, dames en heren. Red eye... Ik heb ook gewoon drop. Ik vind dat zo'n slecht wapen. Dat is echt ongelooflijk. Even op de loot pakken natuurlijk. Hey, floppers ook. Nice, floppers. Flopper de flop. Jawel, dames en heren. Uiteraard. Even kijken. Is er nog een persoon hier of zo of niet? Of wel? Even kijken. Uiteindelijk, waar zag ik hier twee mensen landen? Even kijken. Dat is een DMR. DMR, dames en heren. Nooit mijn ding geweest. Er heeft meer maar gewoon een heavy sniper. Eens even kijken. De stirk is nu bekend. Ik heb van AI vragen... Moet ik naar Megacity of moet ik naar Slippy Shores? Ik ga even de vraag stellen. Dat hangt af van de strategie en de richting van de battlebus. Kies de locatie die het dichtst bij de route ligt en probeer een locatie te vinden met veel loot en weinig tegenstanders. Dus een locatie die dichtst bij de route ligt. Het dichtste is... Ja, deze natuurlijk, hè. City, dus let's go, dames en heren. Heavy sniper, let's go. We hebben maar één kill natuurlijk. We zijn ook echt geland op plekken waar bijna niemand komt. Maar ja, het moest van AI, dames en heren. Mega City, dat is hier achter deze berg. Kijk dan, natuurlijk die rode draak. Oh. Ah, zijn bots, oh. En er is iemand aan het... iemand die probeert de bots te killen daar of zo. Daar is iemand aan het schieten op bots. Ik wil de persoon elke kills. Mij is ook low gemaakt, had we hopen. Let's go. Oh, hij is solo. Hij is naar boven gegaan. Nee, hij is zo enorm low. Hij is bijzonder low. Oh, dat is wel nice. Let's go. Oh, dat is een andere persoon, hè? Let's go. Dat is één. Zo, even die bouwen hier, hoor. Hij is hier onder mij, hè? Ik heb natuurlijk maar een drumshotgun. Die is bizar slecht natuurlijk. Die is echt bizar slecht, hè. Drumshotgun. En hij is ook echt enorm slecht. Hoho. Waar, joh. Hij keek ineens. GG's. Let's go, dames en heren. Twee kills gemaakt. Hey. AI. Goeie plek, hoor. Goeie plek. Echt waar. Ik heb van AI vragen. De Havok pumpshotgun of de drumshotgun? Ik kies shotgun die het beste past bij jouw speelstijl. Als dichtbij wilt aanvallen, kies dan voor de Havok pumpshotgun. En als je voorkeur... geeft aan een hoger vuurtempo, kies dan de drumshotgun. Mijn voorkeur gaat eigenlijk wel naar de Havok pump, want die schiet van dichterbij beter. Maar eigenlijk ook bij de drumshotgun. Dus ik neem wel gewoon de Havok drumshotgun. Oké, de cirkel komt ook aan trouwens. Even rap weggaan hier. Let's go. Ik wil eens een keer even echt een dikke sniperkill maken in dit potje. Dat zou echt heel nice zijn. Echt een dikke sniperkill. Die echt gewoon, echt buitengewoon goed is. Die echt gewoon buitengewoon perfect is. Maar ja, je moet eerst mensen daarvoor vinden natuurlijk. Ik ga aan AI vragen, mag ik de brommer nemen, ja of nee? Ja, neem de brommer als je snel wilt bewegen en de storm wilt vermijden.
Zorg er veel voor dat je voldoende brandstof hebt en dat je niet veel opvalt. Oké, top. Dat doen we, dames en heren. Dat doen we. Voldoende brandstof. Ja, dat is nog voldoende brandstof. Oké, let's go, dames en heren. Op naar de cirkel. Het eiland komt eraan ook, trouwens. Kijk, het eiland komt eraan. Oh, is de mensen. Hupsa, let's go. Eentje dood. Waarom wel een bot, dames en heren, vermoed ik. Denk dat het een bot is. Ik denk wel dat het een bot is, excuus. Nice, de floppers, dames en heren, meenemen. Flopper. Let's go. Waar is de brommer trouwens? Ik ga de brommer even achterlaten, hè? Ja, daar is de brommer, kit op. Ja, ik moet hem pakken van AI. En ook een raceparcours hier. Kom, we gaan even racen. Oh. Dat ding kan eens goed sturen, joh. Stoppen. Oh, joh. Dat ding, joh, gek. Ah! Dikke rip. Waar is hij? Is het in de bush of zo, wat? Ja, let's go. Hij is eindelijk dood. Man, dit was echt niet makkelijk, yo. Hij wou maar niet sterven. Wat een onzin. Oké. Dames en heren, deze fight was echt onzin. Echt. Het was echt zo'n noob fight. Dat was echt de allergrootste noob fight die ik ooit heb meegemaakt. Echt waar. Dat was zo'n noob fight. Oké, er monden nog 8 mensen levend. Moet even kijken hoe en wat. Ik wil van jou even een nieuwe vraag stellen. Oké, daar dus. Oké. Ik ga even vragen aan AI. Moet ik op high ground of niet? High ground kan een strategisch voordeel bieden. Dat je beter zicht hebt van vijanden. Ruk je eigen oordeel en pas de strategie aan. Oké, top. Zeg dat je dat mag oordelen. Prima. Ik ga wel denk voor de high ground, dames en heren. Denk wel dat ik voor de high ground ga. En ik neem ook even een auto. Ja. Pak even een auto. Go. Geef gas. Oké, go. Oké, ben nu hier. Ik pak hier de high ground. Niet heel erg hoog de high ground, maar toch. Het is een bot, dat ik... Is dit de bot te fight of niet? Is het echt een bot te fight, hè? Waar is die? Is dat ergens, hè? Ja, nu is hij weg. Ik hoor steeds schoten, joh. Even kijken. Nog 4 mensen live, trouwens. En nog maar 4. Oh, nog maar 3, dames en heren. Insane. En 3 mensen live. Nee, ik heb de bom geraakt. Nee, Robin. Wat doe je? Ik heb de bom geraakt. Ik moest de persoon raken, niet de bom. Ik hoor opeens een boomerang op mij gericht worden. Ik hoor hieronder echt schoten, joh. Je ziet... Nee. Laat me boven blijven. Nog één persoon. Maar 1 persoon, dames en heren. En ik heb high-ground en hij niet. Waar is hij? Oké, even de vraag stellen. Moet ik de persoon laten leven of niet? Dat is aan jou. Ik mag zelf kiezen. Het is een nobele daad zijn laatste speelt laten leven. Oké. Ik mag dus zelf kiezen, zegt hij. Maar is ook de vraag, wil ik hem laten leven of niet? Wil ik wel zo'n daad verrichten? Ja, dames en heren, we gaan hem killen, ja. We gaan hem gewoon killen. Maar de vraag is eigenlijk wel, waar is hij? Dat is even wel mijn vraag, waar is hij nu? Ik zie hem nergens. Meen dat? Nee, hij is gewoon dood door storm of zo. Dit meen je toch niet? Nou, dames en heren, ik heb gewoon gewonnen. Hij is opeens dood gegaan, hoe dan? Hij is gewoon opeens dood. Nou, ik heb wel 6 kills kunnen maken, dames en heren. Insane, super tof. AI, bedankt voor jouw goede keuzes. Dankjewel, AI, super tof. En dames en heren, voor het leuk, zeker even liken en abonneren. Dankjewel, super tof. En wil je meer zien, laat het zeker weten in de comments. Super fijn. Bedankt voor het kijken en tot volgende stream of video uiteraard. Bye bye.